Ik zal je eens wat manieren bijbrengen. Doe met me mee, meneer Megalo! Oh shit! Yo, Nintendo-fans! Vandaag gaan we hier naar boven. Want de agenten in Splatoon verwachten dat opa daar is. Want daar komt een sterk signaal vandaan. Laat trouwens even in de reacties weten of jij Splatoon 3 de story al hebt uitgespeeld. Dat vind ik wel leuk om te weten. En knal die duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. Oké, dan gaan wij nog even een paar leveltjes spelen. Zodat wij daar naartoe kunnen. En we moeten nu gaan vliegen of zo? Eens even kijken hoor. We hebben weer de Octopods Ballonbloem, de Double Splatters en de Nautilus. De Nautilus, dat klinkt leuk. Vernietig alle doelwitten. Nou, dat doel is niet zo moeilijk. Daar komt het eerste doelwit. Oké, waar? Oh, die komen op me afgeschoten, joh. Moet ik die moet ik uit de lucht knallen. Oké. Ik weet niet wat er gebeurt als we ze zeg maar niet uit de lucht knallen. Of we dan een probleem hebben. Dit gaat oké. Oh, nu gaan ze naar de zijkant. Ja, toppie. We hebben er nu 4 van de 18. Eigenlijk moet ik gewoon nu alvast mijn wapen opladen. Zodat ik hem los kan laten op het moment dat hij, zeg maar, ja, zo in de lucht hangt. Oh, dit is een grote. Deze, die hier moeten we voor opladen. Dit moeten we langer raken. Oh, oh my gosh. Weet ik veel dat hij zo lang in de lucht blijft. Zo, dit duurde lang, joh. Oké, nu moeten we de 3. Ja, kan gewoon. 1, 2... En 3. Ja, oké. We moeten er nog 5. Het gaat tot nu toe best aardig, denk ik. Oh, de laatste 15 moeten we... Komen die tegelijk of komen die om de beurt? Want als ze om de beurt komen, dan wordt het lastig. 1, 2, 3, 4... En de laatste. Ja hoor, die hebben we ook. Lekker. Oké, dat was niet zo heel moeilijk. Deze was niet zo heel moeilijk. Krijgen we wel 1800 viseitjes ervoor. Dat is wel een lekker beloning hier hoor. Oké, dan kunnen we nu deze weghalen. En ik denk dat dat wel nodig is. Want ja, kijk, dan kunnen we hier naar boven namelijk. En dan kunnen we er doorheen. Dan kunnen we ook gelijk deze weghalen voor 500. Maar ik denk alleen dat we die laatste daarboven nog niet weg kunnen halen. Want dat is een hele grote. Wat is dit? Het is weer een pagina in het boekje. Met allemaal leuke hashtags. Saubernetilus, Nautastisch. En zo. Nou, prachtig. Geweldig. Hier is ook nog een geheimpie. Die gaan we ook even pakken. Hoe zouden we deze al weg kunnen halen? Nee, daar hebben we 2000 voor nodig. Nou, in dat geval gaan we dit level nog even doen. Dan hebben we sowieso die 2000. Eens even kijken. De kwast, de octopods of de heldenuitrusting. Nou, die sniper die vond ik wel leuk eigenlijk. Ik ben er niet heel goed mee, maar maakt niet uit. Soms moet je jezelf ook een beetje uitdagen. Blijf op de baan en bereik het doel. Oké, is goed. Helemaal goed. Dus, we gaan nu even kijken. Ja, daar zijn allemaal bommen. Oké, eens even kijken wat hier gaat gebeuren. Ik kan gewoon hier boven langs gaan. Daar komen bommen naar beneden. Ik kan zo, zeg maar, een beetje een weg voor mij maken, denk ik. Ja, alleen doen zij... Ja, zij maken het dan weer allemaal paars natuurlijk. Tuurlijk, jongens. Kan ik die ding kapot maken? Zo te zien niet. Op zich wel chill, want met dit wapen kan ik mezelf zo gewoon een streep zetten. Dan kan ik zo een weg voor mezelf maken. Dus even kijken. Nu zijn we hier. Ja, daar is niks. Oké, dit is wel easy. Ja, cool. Gaan we hier naar boven. Oh, wacht even. Nu gaan we hier naar boven. Gaan we weer een schuine streep zetten zo. Dat is denk ik het makkelijkste. Dan kan ik even hier pauze houden. Nee, wacht. Ik ga even daar naartoe. Oh, ik kan die wel kapot maken. Oh, dat is relaxed. Hier nog even wat eitjes van mij. Daar komen er best wel veel tegelijk. Dus we moeten even oppassen. Ik ga gewoon, denk ik. Of ik... Ik kon beter even wachten, denk ik. Go, 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 go. Dit is zo niet hoe het hoort. Maar het is gelukt. Oké, laat me hun even snipen. Lekker. En dan die guy ook nog even. Kom maar, met je hoofd. Oké, dit was mis. Die was ook mis. Deze is moeilijker te snipen, maar het lukt wel. Lekker. Die blijven trouwens wel weg, dus dat is top. Dit is een leuk level. Let's go. Deze moeten we ook allemaal kapot snipen. Dat is 1. En dat is niet 2. Oh, die was ook mis. Die was ook mis. Waar zijn mijn sniper skills? Daar zijn mijn sniper skills. Oh, wacht. Ik kan natuurlijk ook gewoon hierop schieten. Dan gaan ze allemaal in één keer kapot. Dat had ik eerder moeten verzinnen. Ik zag het gewoon niet, joh, dat ding. Oké, deze gaan we niet kapot kunnen maken, denk ik. Ja, we kunnen hem wel kapot maken. Oh, maar misschien kunnen we dan wel door langs de zijkant. Kijk, als ik nou gewoon een beetje hier blijf en deze kapot snijpen, dan kan ik gewoon vanaf hier lekker een beetje naar boven. Super chill. Kijk, ik sta nu alleen wel aan deze kant. Dit is misschien iets minder handig. Oké, de eerste komt als eerst. Dan komt de tweede. En de derde. Dan komt nog een keer de tweede. Doorlopen. Doorlopen, go. Ja, lekker. Eens even kijken of we opa kunnen vinden nu, hoor. Of dat we in ieder geval naar het signaal kunnen gaan. Ik denk het wel. Hoeveel kregen we hiervoor? 1400. Oké, dan kunnen we nu deze weghalen. Dat gaat makkelijk lukken. Ja, lekker. Die meuk is weg. Hier is nog een geheimpie.
En nog een gouden plaat. Halen we deze ook nog gewoon even weg. Voor 500 vissen-eieren, joh. Het wordt wel steeds duurder. Dan kunnen we gewoon... Waar gaan we nou naartoe? Oh, dat moet ook. Denk ik. Nee, ik vraagde me eigenlijk af of dit moest. Want dan kon die hier ook gewoon naartoe lopen. Dit was echt een waste of points. We gaan deze openmaken. Let's go! Een pracht van een jacht. Vecht je in de weg naar de beveiligde deur. Oké, we hebben ook echt maar één wapen die we kunnen gebruiken. Oké, let's go. Oh jee. Ja, geen stap verder wordt er gezegd. Ja, ik dacht al dat jij dit was. Ah, jij zegt je bent op zoek naar de schat. Het is een beetje te groot voor je, vind je ook niet? Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat je van plan bent. Ik snap het al, zegt Haya. Ik ben te min om tegen te praten. Beetje verwaand, zo'n liefertje ben je dus ook weer niet. Ik zal je eens wat manieren bijbrengen. Doe met me mee, meneer Megalo! Oh shit! Oké, laat ik in ieder geval eventjes flink verf spetten overal. Oké, wat doe je? Je gaat dingen schieten. Kan ik jou schieten, of niet? Ik denk het niet, hè? Ik denk niet dat ik jou kan raken, of wel? Oh, ik kan je wel raken! Oh, top. Dan ga ik jou opwachten. Dan ga ik jou hier... Oké. Kijk uit, ze komen van onder de... Oh, jongen! Rustig aan! Pak hem! Pak die freaking high! Kom dan! Maak je kapot, jongen! Oh! Rustig, joh! Oh, we moeten er iets ingooien. Oké. Als die komt, dan moeten we onze Salmini, denk ik, erin gooien. Of een bom. Kijk, nu komt hij wel op ons af. Ik wou iets op je gooien. Waarom lukt het niet? Oh, kijk. Oh ja, lekker. Oké. Blijkbaar heb ik toch iets goed gedaan. Maar hij deed zijn bek net niet open. Hallo, meneer de haai. Met je mooie zonnebril. Haai, hij zegt, je bent best pittig voor een liefie. Meneer Megalo, u moet laten zien wat u kunt. Oké. Ten aanval. Fase 1 is gefixt. Nu komt fase 2. Maar ja, Haya zegt, dat was nog maar een voorproefje. Oh, wat is dit? Wat doet hij? Ik heb geen idee wat hij doet. Allemaal leuk en aardig. Ga je nou 1, 2 of 3 keer doen of zo? Ik heb geen idee wat hij deed. Nou, dit is het best maar. Ik ga hem in ieder geval weer helemaal geel maken. Volgens mij moet ik... Ja, ik denk wel dat dit toch is wat we moeten doen hoor. We moeten gewoon knijterveel op hem schieten. En eventueel... Salmini erin gooien. Dat is niet gelukt. Ik heb mijn best gedaan. Maar helaas, het is wel een beetje te veel blauw nu voor mijn gevoel. Oh jongen, rustig joh. Waarom deed je dat zo snel? Vind ik niet oké. Het is nu echt veel te blauw hier. Ik kan niet meer bewegen. Ik kan niet meer goed bewegen. Let's go. Pak hem. Ik moet denk ik een beetje kijken van waar hij komt. Hij komt denk ik nu vanaf die kant. Ja, kijk. Komt hij van... Wat doe je? Yo! What the hell was dat? Oké, wat ga je doen? Je komt weer. Ja, maar dat durf ik niet, hè. Ik durf niet voor hem te blijven staan, hoor. Hij gaat veel te hard, joh, dat ding. Oké, komt hij? Ja, lekker. We hebben hem weer. Lekker. Oké, Haya. Nummertje 2. Lekker gedaan. Wat heeft hij toch, zegt ze. Meneer Megalo, het wordt tijd om er tegenaan te gaan. Dat is beter. Nu ga je onze ware kracht zien. Nou, ik weet nu al van de vorige baas. Toen we de ware kracht gingen zien, toen werd het oprecht moeilijker. Oh, kijk, volgens mij is de arena nu ook veel kleiner. Kan dat kloppen? Ja, volgens mij heb ik echt veel minder ruimte om te bewegen. Oké, wegwezen. Het viel wel mee, hè? Oh, hij doet het nu 2 keer. Hij doet het nu 3 keer. Gast, hij is helemaal geel. Ik denk dat we er bijna zijn, hoor. Dat moet toch haast wel? Hij gaat weer zijn draaikolken shizzle doen. Wel blij dat ik even de tijd krijg om erop voor te bereiden. Eens even kijken hoor. Hij begint in de midden nu. Dat is niet zo fijn. Nu gaat hij hier. En nu komt hij hier. Ja, cool. Helemaal goed, jongen. Helemaal goed. Ja, ik had die Salmini in zijn bek moeten gooien. Ik vergeet het weer, jongens. Bijna gelukt, maar maakt niet uit. We gaan Haya schieten. En is dit het dan? Dat was keigaaf, zegt Agent 2. Ja, nou, het is gelukt. Haya. Je bent verslagen. In 1 keer. Zonder dood te gaan. We bijten ons nu op je stuk, zegt ze. Maar Deep Cut zet je wel op je nummer. Tabé. Huh? Oh nee. Oh, ze laat iets vallen. Oh, no. Doei. Ja, geen signaal van opa, denk ik. Maar we hebben hier wel weer iets gevonden. Geen idee wat het is. Maar we gaan het ongetwijfeld nodig hebben. In ons avontuur. Wat is het? Een of andere meuk weer? Ik pak het maar gewoon. Geen idee wat het is. Kijk, zie je? Nu hebben we nog meer meuk hier. We hebben opa dan wel nog niet gevonden. Maar we hebben wel weer zo'n schat gevonden. Dat telt ook. Oh, daar hebben we opa weer. Hallo, meneer Kraak. Kan iemand me horen over? Ja, we horen je. Ik zit nog steeds opgesloten. De uitgang vinden is als zoeken naar een zeenaald in een koraalrif. Oh, sorry, bro. Oh, ik kan mijn gegil maar beter fluisteren. Er komt iemand aan! Oh, dit was een stem. Die zegt, kijk eens wie er wakker is. Goed geslapen, Kraak. Wie was dat?
Hij zegt ook, identificeer jezelf onmiddellijk. Naam en rang wil ik weten. Mijn naam is Ted B. Ja, dat klinkt behoorlijk crimineel, vriend. Ik kom je halen, Ted B. Agent 1 zegt, nou, dat was zo spannend. Opa, ben je er nog? We zijn hem weer kwijt, maar we moeten het signaal blijven volgen. Oh, ik kan upgrades doen. Pak herstelt sneller als het beschadigd is door inkt van de vijand. Ja, die moet ik hebben. Die wil ik. En dan kan ik ook gelijk deze doen. Je bent minder zichtbaar als je door de inkt zwemt. Ik weet niet of dat echt heel erg nodig is, maar oké, maakt niet uit. Ik heb het gevoel dat we opa heel snel gaan vinden. En als jij dit vet vindt, knal de duimpjes omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En als je van Nintendo houdt, moet je echt even op abonneren drukken. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!